Er zijn allerlei nieuwe concepten op het ogenblik die toch inspelen op de koopkrachtverlaging van consumenten. Een van de nieuwe concepten is Too Good To Go, waarbij dus ondernemers die verse producten hebben, een dag later een pakket kunnen verkopen tegen veel lagere prijs aan mensen die het echt hard nodig hebben. Wat is het idee geweest achter Too Good To Go? Het idee achter Too Good To Go is omdat wij dromen van een wereld zonder voedselverspilling. Dus eigenlijk willen we een hele simpele oplossing bieden om mensen te inspireren en in staat te stellen ook daadwerkelijk iets te doen. En zodoende hebben wij een app ontwikkeld waarmee je inderdaad als ondernemer, dus als bakker of slager of supermarkt, eten wat tegen THT aan zit of op de tenminste houdbaar totdatum, in een verrassingspakket stopt. Die wordt vervolgens gereserveerd door een consument via de app en die komt die ophalen tegen gereduceerde prijs. Geweldig. En is het in iedere plaats al zo of in een beperkt aantal plaatsen? We zitten in heel Nederland. Het is wel zo dat we in sommige steden wat meer aanbod hebben dan in andere. Omdat nog niet alle winkels van Nederland zijn aangesloten. We hebben inmiddels 6000 partners en 3,3 miljoen consumenten. Dus de consument die wil wel. Alleen we hebben nog niet alle winkels in Nederland bereikt. Ja. En hoe is de reactie van de ondernemers hierop? Ja, over het algemeen heel erg positief. Omdat we zeggen altijd, het is een win-win-win-win. Dus het is een win voor de ondernemer, want die krijgt nog geld voor wat hij anders weg zou gooien. Het is ook echt alleen bedoeld voor eten wat anders weg zou gaan. Het is een win voor een consument, want die krijgt goed eten tegen een betaalbare prijs. Het is ook een win voor het milieu, omdat je vervolgens zorgt dat het eten niet verspild wordt. En de laatste win is dat het ook voor ons gewoon een goed werkend model is, waardoor we ook weer andere initiatieven kunnen ontplooien. Geweldig. En wat zijn die andere initiatieven? We zijn onder andere bezig bijvoorbeeld met producenten om een kijk, ruik, proef logo op hun verpakkingen te zetten. Om consumenten weer te leren dat ze in plaats van naar een datum te kijken, een THT, dat ze juist moeten kijken naar, dat ze moeten kijken, ruiken en proeven om te zien of een product nog goed is. We vertrouwen niet meer zo op onze zintuigen en dat zou best wel wat meer mogen weer. Geweldig. En hoe is de reactie van de consumenten op het hele initiatief van Too Good To Go? Ja, overweldigend. Dus over het algemeen krijg ik klachten dat er geen magic bags beschikbaar zijn. Omdat het al opgehaald is. Dus eigenlijk alles wat op de app staat wordt opgehaald. Mensen vinden het mooi om iets moois te doen voor het milieu. Grappig genoeg vinden ze het ook heel fijn dat het een verrassingspakket is. En ja, er zit wel eens iets in wat je niet lekker vindt of niet eet. Maar wat we dan zien is dat consumenten dat vaak aan buren geven of aan vrienden of familie of aan collega's. Ja, ja. Dus eigenlijk overwegend heel erg positief.